Het belangrijkste is dat we allemaal een beetje samen blijven. Er zijn een paar punten dat we moeten oversteken, dat vrij druk zijn. En dat we het zo'n beetje veilig houden. Hè. KVB vroeger, allee, nu nog, we deden ook kersttochten. We hebben dat in Bornem allemaal meegemaakt, maar dat waren de traditionele kersttochtjes. Dat was een stalletje gaan zoeken en daarna een keer goed eten en zo. Dat was altijd zo diezelfde. Maar nu, dat was een andere kersttocht. Maar bepaalde momenten gaan we door straten gaan. Ik weet niet wat het nu is, dat je dacht, dat je zult denken, we zitten hier in Afrika. Hè. Dat is allemaal, die auto's er allemaal. Ze zijn er aan auto's aan het werken. Er waren er een zwijnde kulas aan het vervangen. Dat was daar op straat allemaal. Dat was... Wordt gebruikt als patat. Zoals dat is. Het wordt meer en meer gekleurd, zullen mannen. Ja, ja. Straks gaan ze zeggen, wat komen jullie hier? Ja, er is... verloren gelopen. Er is wel een straat waar je gaat denken, ja. Dus hier zit men wel zo een beetje in het centrum van de autowandel hier. Ik heb dat misschien al gezien. Spijtig, het is zondag, ze werken vandaag niet. Allee, toch niet op straat lekker. We zijn hier eens geweest in de week. En dat was hier echt een garage hier, op straat. Hè. Per dag worden hier ongeveer 1500 auto's verhandeld. Verder zijn er een aantal hoofdrolspelers. Om te beginnen heb je de Libanezen. Je moet maar een keer zien, Ginter staat er daar in de lijst. Wie dat er allemaal zeer sterk vertegenwoordigt in de autohandel, die de Afrikaanse avens controleren en die de rol van dooraanvoerders op zich nemen. Je hebt ook de groep van de reizende ondernemers. Zij komen voor enkele maanden naar Brussel om tweedehands auto's samen te stellen en te exporteren. Dat hebben we hier dan wel op straat gezien, die auto's samenstellen. Letterlijk. Naast de legale handel is er ook een informeel circuit. Moet je niet vragen, hè. Hierin werken de meest kwetsbare groepen, zoals veel mensen zonder papieren. Hun activiteiten missen een officiële vergunning. Maar dit is ook vaak hun enige manier van een inkomen. Het gemiddelde inkomen is €4.467. Dat betekent €372 per maand. Probeer daar maar een keer rond te komen. Het thema van Welzijnszorg dit jaar is armoede is geen kinderspel. En ik denk dat het de buurt is om dat duidelijk te maken. Nu hebben we er natuurlijk een ganz ander beeld van. Als je Kuregem bekijkt, dus hoe dat ze die in beeld brengen als het op tv komt of het is nu gelijk wat, dan hebben we een beeld van Kuregem, amai, daar gaan we niet heen, want daar durven we niet heen komen. En we hebben er nu wel een andere kijk op gekregen.